Stop met logisch denken. Ik heb mijn eigen kracht niet. Stop met logisch denken. Nou, dit bord heb ik net gemaakt. Omdat mijn zus noemt mij een zwabberaar. Zij snapt mijn keuzes vaak niet goed. En de weg die ik tot nu toe heb afgelegd zou je inderdaad best onlogisch kunnen noemen. 27 verschillende type functies, de hele wereld over reizen, dan weer vaste baan, dan weer freelancen, dan weer vaste baan, 3 keer samenwonen, relaties verbreken. Nou, daar zat niet echt logica in. Creativiteit was echter altijd een constante. En ik dacht dat dat was omdat ik troost en ook plezier haalde uit tekenen en schilderen en muziek maken. Maar inmiddels weet ik, creativiteit is meer dan knutselen of persoonlijke expressie. Het is een mindset, het is een levenshouding. En de theorie achter creativiteit ontdekken, dat voelde alsof ik thuis kwam. En het moment van thuiskomen, dat vond plaats hier in een koffietent bij mij om de hoek. En iedere dag zat ik daar, in de herstelperiode van een zware rugoperatie. En terwijl ik uitkeek op het langsrazende verkeer van Amsterdam, las ik daar een belangrijk boek. En ik las dat er 2 typen denken bestaan. Logisch denken en creatief denken. En de logisch denker zegt, ik weet al wat ik zoek. Zegt de creatief denker, ik ben aan het zoeken, maar ik weet pas hoe het eruit ziet als ik het gevonden heb. Dus creativiteit bleek in essentie een manier van bewegen. Nou, en het ironische is, bewegen is nou precies wat ik niet meer goed kan. Ik ben geboren met scoliose, een S-kromming in mijn wervelkolom. En mijn hele jeugd werd ik op mijn plek gehouden in een strak kunststof corset. Op mijn 14e kreeg ik mijn eerste rugoperatie. Toen werd mijn rug met schroeven vastgezet. En op mijn 36e mijn tweede. En toen werd er nog groter deel met schroeven vastgezet. Dus die beweging, die moest ik dus in mijn hart en in mijn hoofd vinden. Nou, en tijdens de herstelperiode van die 2e rugoperatie moest ik al mijn creativiteit inzetten om mezelf opnieuw uit te vinden en mezelf opnieuw op de rit te krijgen. En deze revalidatie, ook wel herwaardering van mijn leven, revalidatie, bleek een zelfinnovatie. Nou, met mijn vastgezette rug neem ik jullie graag mee langs 7 creatieve houdingen die essentieel bleken in het vormgeven van een nieuw leven, maar die tevens belangrijke attitudes zijn in het vakgebied van de creativiteit en binnen innovatie. En dat is waar deze voorstelling over gaat. Goedemorgen. Flat white, alsjeblieft. Die kruk? 4 maanden geleden heb ik een rugoperatie gehad. Nee, dat was geen ongeluk. Ik heb een probleem met mijn rug. En, of dat had ik, heb, had. En er zat een wervel midden op mijn rug. Die begon elk jaar wat mee uit te stulpen. Dus eigenlijk heb ik juist altijd wel geweten dat deze operatie een keer aan zat te komen. Ja, ik had wel pijn, ja, maar dat verdoezelde ik gewoon met pijnstillers en alcohol en gewoon niet aanstellen. En dan kun je een heel eind op komen, hè, niet aanstellen. Ik zat 16 jaar in de ontkenning. Lekker, dank je. Maar jaren geleden kon ik niet eens meer in de rij staan bij de kassen van de pijn. En gewoon rechtop lopen ging niet meer. Mijn haar begon uit te vallen. Ik viel niet meer in slaap. Nou, toen wist ik wel, er moet iets gebeuren. Dus voor de zoveelste keer zat ik bij de orthopedische chirurg in het ziekenhuis. En die vertelde me dat er haarscheurtjes zaten in de uitstekende wervel. Hij zei, je rug is letterlijk aan het breken. En je hebt 2 keuzes. Of je doet niets. En je houdt deze pijn. Of je kiest voor opereren en dan loop je kans op zenuwpijn of verlamming. Ik koos voor de operatie. Creativiteit gaat in essentie over patroondoorbreking. Als je waarlijke creativiteit zoekt,
of verandering, innovatie, revolutie, dan kom je er niet aan met iets te breken. Je gewoonte, je gewenning, je sleur, je status quo. En als je de status quo doorbreekt, zoals ik deed door te kiezen voor de operatie, dan neem je een risico. Risico dat datgene waar je voor kiest wellicht slechter wordt dan wat je hebt, of er op zijn minst anders. Dus de creatieve houding nummer 1 is dat je bereid moet zijn om risico te nemen, nou, zonder precies te weten wat de consequentie van dat besluit zal zijn. Of ik het spannend vond, de aanloop naar de operatie. Ik vond dat vreselijk spannend. Weer een avond. Ik lag een schapenkleedje voor de bank. En ik huilde de organen uit mijn lijf. Echt, het verdriet kwam uit mijn kruis, uit mijn ziel. Het was echt bijna alsof ik moest overgeven. Het was een maand voor de operatie. En ik realiseerde me toen pas voor het eerst hoe ingrijpend dat besluit zou zijn voor de rest van mijn leven. Ik dacht, mijn ruggengraat, die basale kapstuk van mijn lijf, die zouden ze in een andere positie gaan zetten. Ik dacht, wie zal ik zijn daarna? Hoe zal ik lopen? Zal ik überhaupt nog lopen? Ik dacht, wie is Femke met een vastgezette rug? En ik probeerde een plaatje van mezelf in de toekomst te zien, maar ik wist niet wat ik moest zien. Kromlopend, rechtop, blij, verlamd, dood. Ik wilde zo graag een beeld om aan vast te houden. Maar het enige wat ik wist is, het wordt anders. Of de operatie nou wel slaagt of niet slaagt, het wordt anders. Maar ik wilde niet anders. Ik was als de dood. Ik wilde veilig. Creativiteit gaat in essentie over iets nieuws creëren. En iets nieuws creëren en loslaten gaat hand in hand. Want met loslaten creëer je die noodzakelijke ruimte om dat nieuwe in te laten ontstaan. En loslaten, dat gaat over afscheid nemen. En het is belangrijk ons te realiseren dat we het vaak moeilijk vinden om afscheid te nemen van een vertrouwde situatie. En in mensenlevens die door verandering gaan, maar ook organisaties die door verandering gaan, vergeten we dit vaak. En ik ben dat moment dat mijn schapenkleedje achteraf gaan zien als een overgangsrite. Ik liet daar mijn oude leven los en ik zei ja tegen wat ging komen. Dus creatieve houding nummer 2. Creatieve houding nummer 2 is: durf het oude los te laten. En als je dat doet, heb erbij aandacht voor afscheid van het oude. Hoe de operatie zelf afliep. Nou, de operatie was wel goed gegaan. Maar ik voelde delen van mijn benen niet en ik kon er ook niet goed op staan. En de arts wist ook niet zeker wat aan de hand was. Dus een paar dagen na de operatie werd er een scan gemaakt van de zenuw in mijn rug. En ik zag er zo ontzettend tegenop. Ik was zo bang te horen dat die zenuwen onherstelbaar beschadigd zouden zijn. Het personeel, het ziekenhuispersoneel, rijdt naar de juiste afdeling. En ik word mijn bed en al geparkeerd in de gang. En in mijn eentje lig ik te wachten tot ik aan de beurt ben. En ik kijk op naar het glazen atrium van het ziekenhuis, naar de blauwe lucht die ik er doorheen zie. En ik denk na over de mogelijke uitkomst van deze scan. En ik hoor mezelf denken: oké. Als ik verlamd blijf, dan is dat wat het is. Er daalt een grote rust op me neer. En het is alsof ik een onzichtbare drempel overstap en ik stijg op in een zwart en wijd heelal. En ik ervaar een intens gevoel van vrijheid en van grootsheid en van oneindigheid en ik voel geen angst. Alles voelt vrij, alles voelt mogelijk, sterker nog, mijn leven voelt vrij. Oh,
Maar wacht eens even, denk ik, als ik later aan het moment terugdenk. Ik denk, als ik dit, kans op permanente verlamming, zo schijnbaar eenvoudig accepteer, is het leven dan in essentie niet heel eenvoudig. Dus ik heb een keuze. Ik bepaal of ik over die drempel heen stap of niet. Als een optie niet eens in je opkomt, kan het komen door je eigen denkkader. Die drempel die ik daar in mijn bed ervoer, ben ik gaan zien als zo'n kader, als zo'n drempel. En die denkkaders die hebben we allemaal. Opvoeding, cultuur, normen, waarden, taboes, die plaatsen als het ware een grens om je denkvrijheid. Het nadeel alleen van zo'n kader is, hij is onzichtbaar. Dus die heb ik ook even zichtbaar gemaakt. Dit is je denkkader. Creativiteit gaat om het doorbreken van dit kader, om hier te gaan zoeken in plaats van hier. Nou, in een creatieve sessie zet ik tools en technieken in om dit kader te openen en mensen even mee het heelal in te nemen. Datzelfde heelal waarin ik in mijn bed doorheen zweefde. Het heelal in waarin even alles mogelijk is en alles geoorloofd is. Al is het maar voor 20 minuten. Want dit is waar nieuwe inspiratie zich bevindt. Dus creatieve houding nummer 3 is, erken dat je een onzichtbaar kader om je denken hebt en heb de actieve houding daaruit te stappen. Die keuze die heb je. Wat er uit de scan kwam? Nou, dat was geen goed nieuws. Een incomplete dwarslesie. Nou, buiten het kadermoment van de week ervoor kwam het echt hard aan. Het was echt alsof een tornado door mijn leven raasde. Echt paf, alles weg. Ik dacht, ik zou misschien in een rolstoel belanden. Alles in mij riep nee. Ik dacht, ja, maar een rolstoel, dat is onmogelijk. Ja, maar een rolstoel, dat is niet sexy. Ja, maar een rolstoel, dat is onhandig. Ja, maar een rolstoel, kan ik mijn werk niet meer doen. Ja, maar rolstoel, hoe moet het dan naar Lowlands? Ja, maar rolstoel, dan kan ik ook niet meer in mijn appartement. Ik woon op 2 hoog, hoe kom ik daar dan? Ja, maar rolstoel, dan vind ik echt nooit meer een leuke vent. Ja, maar rolstoel, dat stopt mijn leven. Totdat ik tegen mezelf zei, Fem, een leven in een rolstoel is ook een leven. Het is niet zo dat je leven hier stopt. Een leven in een rolstoel is ook een leven. Het is alleen anders dan je had bedacht. En dat voelde enorm kwetsbaar om dat te zeggen, maar het luchtte ergens ook op. Want ik stelde even mijn oordeel uit. Ik plakte even geen label van goed of fout op het plaatje van Femke in een rolstoel. En het was heel fijn dat ik even, al was het maar voor 20 seconden, op zo'n neutrale plek kon zijn. En daarmee die akelige gedachte die dat idee van Femke in een rolstoel in mijn lijf teweegbracht, even niet hoefde te voelen. En ik ging van een leven in een rolstoel is echt geen optie, naar een vraag. Hoe kan een rolstoelleven toch nog rijk en zinvol voor me zijn? We hebben snel onze mening en oordeel klaar. Of het dan gaat om het beoordelen van een pril idee, of je eigen tekening, of in mijn geval een rolstoel. Onze natuurlijke houding is, ja maar. Ja maar dat is te duur. Ja maar dat heb ik al geprobeerd. Ja maar dat vindt die directie niet. Ja maar dat kan ik niet. Maar binnen creativiteit is het heel belangrijk om op bepaalde momenten even je oordeel uit te stellen. Want als je bezig bent nieuwe dingen te bedenken, dan moet je soms eerst langs gekke en onbruikbare ideeën om bij een goed idee uit te komen. Maar als je ja maar zegt, dat is alsof je stopbord ophoudt. En al die rijke of die goede ideeën die hadden kunnen ontstaan, die hou je tegen. Dus creatieve houding nummer 4, is een geel stopbord, is stel je oordeel even uit. Parkeer je ja maar, gun jezelf neutrale speelruimte en geef onbruikbare gekke ideeën of inzichten de kans om zich te ontwikkelen tot iets wat je wel kan dienen.
het nu met me gaat. Nou ja, zoals je ziet, een rolstoel is het niet geworden, maar daar is ook alles mee gezegd. Ik heb nog steeds pijn in mijn rug. Ik kan niet bukken, ik kan niet tillen. Ik heb de energie van een bejaarde. Ik ben de hele dag alleen, ik ben vrijgezel. Ik ben ook mijn baan verloren. Dus ja, ik heb zeeën van tijd, maar ik heb geen energie om iets leuks ermee te doen. Het is allemaal wel leuk, hè? Hier een beetje koffietent zitten en koffie drinken iedere dag, een beetje aanrommelen, planloos zijn. Een mini-sabbatical, zo noemen mijn vrienden het. Dat is geen vakantie. Weet je, ik wil gewoon weten waar ik uit ga komen, want deze onzekerheid duurt. Waarvoor? Ik wil eerst vast de uitkomst van de operatie onzeker. Toen die spannende dagen wat er nu zijn met de zenuwen in mijn rug. Toen of ik weer zou kunnen gaan lopen, toen lang in het revalidatiecentrum moest blijven. Ja, nu of ik volgende maand de hypotheek kan betalen. En deze opstapeling van onzekerheid die duurt nu al 18 maanden. Weet je, ik wil gewoon weten of ik in de toekomst langer dan een uur op een bureaustoel kan zitten. En of die zenuwpijn in mijn benen nog weggaat. En vorige week stond ik in een pashokje en ik deed het in mijn broek omdat ik de boel daar beneden nog niet goed vasthoud. Weet het niet, zeggen de artsen. Houd je vast aan je waarde, zegt mijn psychotherapeut. Stap voor stap, zegt mijn moeder. Maar ja, welke stap dan? Weet je, ik heb nog liever een slechte uitkomst die 100% zeker is, dan deze onzekerheid. Dan kan ik me voorbereiden. Het zal me wel ergens goed voor zijn hoor, dit allemaal, maar ik vind het wel echt een kutperiode. Ja, doe er nog maar eentje. Als er één aspect is waar creativiteit of innovatie een beroep op doet, is het wel je tolerantie voor chaos en onzekerheid. Vragen als, hoe zal het eindresultaat eruit zien? Wat kom ik onderweg allemaal tegen? Waar dient al dat gerommel en gepruts toe waar we mee bezig zijn? Maar ja, als je een creatief proces instapt, dan weet je nog niet wat eruit gaat komen. Dat is nou precies de bedoeling, want je zet creativiteit in omdat je op zoek bent naar nieuwigheid. Er is altijd wel een moment in het proces dat je het even echt niet meer weet. Dat je denkt, ja, waar zijn we mee bezig, wat gaat het worden? Een vloerkleed, een trui, een pruik, een hoopje stront. Dus creatieve houding nummer 5 is dat je kunt overgeven aan een tijdelijk gevoel van nog niet weten. En dat verlangen dan de duur van je innovatieworkshop. Morgen ben ik weer. Ja, lekker. Ah, dankjewel. Wat ik aan het doen ben. Nou ja, zoals je weet, mijn rug gaat zo blijven en mijn energieniveau ook. Dus welke vorm moet mijn leven nou krijgen? Dus ik ben creatieve oefeningen aan het doen. Wat is wel? Nou, bijvoorbeeld hier heb ik een toekomstbrief geschreven. Ik heb gefantaseerd wat er tussen nu en mijn dood allemaal zou kunnen gaan gebeuren. Wat ik wil dat gebeurt. En een voorbeeld eruit. Bijvoorbeeld hier. Over 8 jaar sta ik op het podium met een verhaal. Iets wat lijkt op een TED-talk. Het is nu 2015. Dit is het 2023. Ben benieuwd. Plaatjes uitgescheurd, gewoon een beeld gevormd van hoe zou het eruit kunnen zien, wat vind ik belangrijk in mijn leven. En hier wat ideetjes over mijn energieniveau, wat ik daar goed aan kan doen. En bijvoorbeeld mijn lichaam minder als probleem zien, maar als bron van inspiratie. Want ja, wegduwen, dat kost energie. En wat echt fijn zou zijn, is een simpele baan. Ja, een simpele baan, 3 dagen in de week, die de hypotheek betaalt, lage werkdruk. Het liefst hier in de buurt. En die plannen zijn allemaal gelukt. Maar toeval of niet, een week nadat ik die wens had uitgesproken, klikte ik op de website van mijn revalidatiecentrum per ongeluk op de vacaturelink.
En daar stond precies de functie die ik me zo levendig had voorgesteld. Serieus. En ik ben ervan overtuigd. Oh, dat is wel heel stom. Nou, dan moet je maar even langskijken. Ik ben ervan overtuigd. Als ik het niet had gevisualiseerd, was het er niet geweest. Want creativiteit gaat niet alleen over je verbeeldingskracht, het gaat ook over tastbaar maken. En dat is ook waarom we prototypes maken en concepten bouwen en tekenen. Dat is een tussenstap tussen wat er in je hoofd zit en hoe het zich in de wereld kan manifesteren. En met al die creatieve oefeningen in mijn boekje zette ik een intentie uit naar wat ik wilde zien gebeuren. En dat maakte dat als zich onderweg een kans voordeed, ik hem ook herkende en aangreep. Dus creatieve houding nummer 6, ook heel belangrijk, is: heb je een gedachte, een wens, een idee, een droom, wat het ook is, maar knip het uit, zing het, knip het, plak het, dans het. Maar wat het ook is, haal het uit je hoofd en zet je eigen handen aan het werk. Zet het in de wereld. Maar ja, bedenken is 1, doen is 2. Nu kwam het echt te werken. Nu kwam het aan om de nieuwe levenshouding ook in de echte wereld neer te gaan zetten. Ja, nu kwam het aan op volhouden en op doorzetten. Want daar zat ik dan, 2 dagen in de week, in die simpele baan die ik had gewenst en op miraculeuze wijze had gekregen. Zat ik met mijn universitair diploma, nog heel veel ambitie, een autoriteitsprobleem. Zat ik 2 dagen in de week secretaresse te spelen achter mijn bureau. En ik kreeg e-mails met verzoeken van collega's die ik in de vorige leven zelf een andere had gestuurd. Of ik dit in Excel kon zetten. En of ik broodjes kon bestellen. Ik dacht, broodjes bestellen? Ik ben je hulpje niet. Ja, daar was ik dus wel. En dat was even slikken. En op een dag krijg ik een aanvraag met een van de managers. En ik begin terug te duwen op haar verzoeken. En dat accepteert ze niet. Ik doe moeilijk, vindt ze. Maar ja, ze heeft gelijk, ik doe ook moeilijk. Maar ik heb enorm last van mijn ego. Dat stemmetje dat zegt, hey, doe het lekker zelf, hier heb ik niet voor gestudeerd. En dat is zelfs zo erg dat ik op een dag Dr. Anders in mijn e-mailhandtekening zet. Terwijl het echt voor mijn functie totaal geen toegevoegde waarde had. Dus hoewel ik wist waarom ik deze baan had geaccepteerd, namelijk alleen nog dat doen wat mijn lijf in volledige ontspanning aan kan, was het in de dagelijkse praktijk niet makkelijk. Maar ik bleef in die baan, want ik had een missie. Ik dacht, oké, als dit nieuwe leven echt zo belangrijk voor me is, dan is dit de opoffering die ik moet maken. Dus creatieve houding nummer 7 is, als je het creatieve proces op de juiste manier doorlopen hebt, dan kun je ervan uitgaan dat je de juiste richting hebt gevonden. En dan komt het aan op doorzetten. Hou vol, ook als het moeilijk wordt, accepteer het ongemak en, nou ja, hou je rug recht. Over ruggen gesproken. Die schroef in mijn rug, die zullen blijven zitten. Mijn rug kent nog maar 1 positie en verstijft ook langzaamaan. Maar met het aannemen van deze creatieve houdingen voelt mijn leven toch rijk en veelzijdig en past zich steeds aan. En al dat gezwabber heeft uiteindelijk wel geleid tot waar ik vandaag de dag ben en vooral wat ik vandaag de dag doe. Dat ik mensen inspireer om creatiever te werken en te leven. Maak ik autonome projecten waarin mijn lichaam centraal staat. Schreef ik mijn eerste boek, Schroef Jezelf Los. En maakte ik deze voorstelling waarin de ruggengraat de rode draad vormt. Dus ook al wist ik aan het begin van de reis nog niet hoe het eruit moest zien. Toen ik het gevonden had, wist ik dat dit was wat ik zocht. Oh, dag. Matthew zegt nog wat. Wat ik nog steeds kan met mijn rug? Nou, ik kan nog dit. En nog wel een beetje stijf. Maar deze kan ik ook nog.